In deze video wil ik het graag met je hebben over de kracht van commitment als het gaat om je verkoopconversie in je webshop. En dat is al een hele mond vol, maar ik zal je zo uitleggen hoe je het aantal verkopen in je webshop of van je website kan verhogen door gebruik te gaan maken van de commitment techniek. En voordat ik je dat ga vertellen, zullen we eerst de theorie er even bij pakken. Heel klein onderzoekje waaruit blijkt dat dit werkt. Want dit is geen nieuwe techniek. Het was al in 1966. Dat een onderzoek door Friedman en Fraser werd uitgevoerd, waarin zij langs de deuren gingen in Amerika bij gezinnen met de vraag of die gezinnen een bord in de tuin wilden plaatsen met daarop de tekst rijd voorzichtig om bij te dragen aan een veiligere buurt. En bleek dat na al die vragen in die buurt dat maar heel weinig mensen, maar 17% van alle mensen aan wie ze dat vroegen, was bereid om dat bord met rijd voorzichtig in de tuin te plaatsen. Wat ik trouwens nog best hoog vind, 17%. Wat ze vervolgens hebben gedaan is in een vergelijkbare buurt overal langs de deuren gaan en niet vragen van zouden jullie een bord in de tuin willen zetten, maar zouden jullie een heel klein stickertje op je ruit willen plakken met rijd voorzichtig. Nou, het bleek dat bijna 100% van alle ondervraagde gezinnen was bereid om dat te doen. Hè? Dus een kleine opoffering om bij te dragen aan een veiligere buurt. Vervolgens gingen ze 2 weken later bij al die mensen die een stickertje hadden geplakt vragen, zou je eventueel ook een bord in de tuin willen zetten met daarop rijd voorzichtig. En toen bleek dat niet 17% dat bord plaatste, maar 76% plaatste dat bord. Wat heel interessant onderzoek is. En daar laten we de kracht van commitment, kan je daar al een beetje uit zien. Als mensen bereid zijn om A te zeggen, dan zijn ze vaak ook bereid om B te zeggen. Dus je moet ze een bepaalde commitment geven. En de menselijke geest van nature houdt van consistentie en commitment, dat als je een bepaalde beslissing hebt genomen, dan hou je jezelf graag aan die beslissing. Nou, en die theorie, die kan je natuurlijk ook in je webshop gebruiken. Veel gebruikte techniek, waarvan ik trouwens, moet ik heel eerlijk toegeven, in eerste instantie dacht dat het niet goed zou werken, blijkt in de werkelijkheid heel goed te werken. Bijvoorbeeld in een boekenwebshop. Misschien ben je wel eens naar bol.com gegaan en dan zie je een product, niet eens een boek per se, maar een tafel of iets wat je daar wil kopen. En dan zie je een knopje met voeg toe aan verlanglijstje in plaats van bestel. Je kan dan beide doen. Wat ik altijd een hele rare overbodige techniek vond, maar het schijnt dus zo te zijn dat sommige mensen willen het niet nu kopen, omdat ze nu geen geld hebben of er nog niet helemaal uit zijn. En dan voegen ze het toe aan hun verlanglijstje en daarmee maken ze onbewust de beslissing dat ze het willen hebben. Dus ze kopen het onbewust in hun hoofd voor de toekomst al. En dat schijnt heel goed te werken, met name in boekenwebshops, dat er meer verkopen zijn aan mensen omdat ze die boeken al beslist hebben of besloten hebben om te kopen. Dus dat soort technieken raad ik je aan om dat eens te gaan testen in je webshop. Kan ook in je website zijn. We weten al een hele tijd dat het veel beter werkt om bijvoorbeeld eerst met e-mailmarketing te werken. Dus eerst iets gratis weg te geven aan iemand en daarna pas een product te verkopen. Wat je ook kan doen, is in plaats van, stel dat je een product hebt van 100 euro wat je wil verkopen aan je bezoeker, dat je niet meteen met een product van 100 euro komt, maar dat je eerst een product van 1 euro of van 2 euro zou gaan verkopen. Wat een hele kleine beslissing is voor je bezoeker. Maar daarmee maken ze een commitment, hè? Hebben ze A gezegd en zeggen ze vaak ook B. En je zult ook misschien gehoord hebben wel eens dat mensen die via de telefoon sales maken, dat ze jou, als ze jou bellen, dat ze eerst 3 of 4 keer ja laten zeggen. Hè? Dat ze je steeds vragen stellen waarop je ja moet antwoorden. En vervolgens komen ze pas met de vraag of je hun product zou willen kopen. Nou, dat principe van commitment en consistentie kan je dus ook in je webshop gebruiken. En ik raad je aan om daarmee aan de slag te gaan. Mocht je hele creatieve uitvindingen doen die heel goed voor jou hebben gewerkt, dan hoor ik ze natuurlijk ook graag en ik wens je alle succes. Dat steeds beter.